Mijn naam is Michiel Snow en bij Carbage & Emsys houd ik me bezig met het ontwikkelen en verbeteren van onze processen. Carbage & Emsys is onderdeel van de Dishme Group en heeft wereldwijd 8 locaties. In Veenendaal produceren we cholesterol en van vitamine D afgeleide producten die we leveren aan de farmaceutische, cosmetische en de diervoederindustrie. Bij de productie van cholesterol komt een afvalwaterstroom vrij welke 2% natriumsulfaat bevat en kleine hoeveelheden vetzuren. Na verdunning met gebruikt koelwater wordt deze stroom nu geloosd. De kans bestaat dat dit in de nabije toekomst niet meer is toegestaan. Daarnaast is dit natuurlijk niet circulair. Daarom zoeken we een oplossing waarmee we deze stroom op de een of andere manier kunnen valoriseren. We zijn niet op zoek naar een oplossing zoals verbranden en storten, omdat dat niet alleen erg duur is, maar bovenal totaal niet groen en circulair. We zijn op zoek naar een partij met een oplossing om deze reststroom nuttig inzetbaar te maken of zelfs iemand die het in de huidige vorm totaal van ons wil afnemen. Wij bieden geïnteresseerde bedrijven de kans om mogelijke oplossingen te onderzoeken in onze productieomgeving. We hebben hiervoor een pilotbudget beschikbaar en je kunt hierbij rekenen op support van onze professionele technische dienst. Bij succes willen we de installatie op contractbasis afnemen. Daarnaast denken we graag mee of de oplossing ook bij andere bedrijven in ons netwerk toegepast kan worden en werken we graag mee om de oplossing aan hen te showen. Denk jij een oplossing te kunnen bieden om het sulfaathoudende afvalwater op een efficiënte, groene en circulaire manier te kunnen verwerken? Meld je dan aan voor onze BioVoice Challenge.